Kijk, ik heb hier gewoon een barbecue gemaakt. Roostertje erop. En hij is eigenlijk al klaar. Jongens, dit is perfect. Deze ga ik nog een keer maken. Bij mijn eigen huis. Misschien. De put. En die kunnen we gewoon slaven, koken. Ja, dat wordt gewoon één groot gekhuis. Maar mijn vraag eigenlijk aan jullie is, vinden jullie dit soort video's een beetje leuk? Als jullie dat leuk vinden, doe dan even de duim omhoog. Dit is weer het moment. Want dan weet ik namelijk dat het leuk is. Ik vind het in ieder geval super leuk om te doen. Yes mensen, welkom bij een gloednieuwe video. Mijn naam is John en je kijkt naar een gloednieuwe video. Eigenlijk begint deze video heel raar, want ik kom namelijk net uit het bos. Ik heb namelijk de overnachting gedaan in de puthut. In het donker ziet er allemaal net wat anders uit. Jee, slapen. Wil je deze aflevering zien, moet je even de vorige video kijken. Ik dacht van ja, ik heb niet echt geslapen zo, maar ik heb nu op zich nog wel energie. Dus ik ga eigenlijk gewoon beginnen weer met de volgende vlog. Want ik heb eigenlijk die nacht overgeslagen soort van. Maar ja, ik moet wel nu gelijk naar huis de video bewerken, bla bla bla. Dus ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om te slapen. Dus ik denk dat ik eigenlijk gewoon pas vanavond ga slapen. Wat dus eigenlijk gewoon betekent ja, dat ik vandaag gewoon iets minder energie heb. Maar ja, vanavond wel lekker kan slapen, omdat je dan gewoon extra moe bent natuurlijk. Dus ik zou zeggen, let's go. We gaan naar huis, want spullen moeten allemaal uitgeladen worden. Die is allemaal opgehaald gisteren. Afscheid genomen van mijn ex, schoonmoeder, vrienden, bla bla bla. Ik zie er behoorlijk vet uit, maar niet eens. Maar kijk, ik was nog even in de auto aan het wachten, want mijn ouders lagen nog op bed, dus ik kon het huis niet in. Maar gelukkig is het varender. Dus het is tijd om de auto uit te laden. Waar is dat weer? Nerd. Slecht, naakslak alles. Koud. Koud, ja. Donker. Maar ik heb het overleefd. Oké, ik ga gelijk even mijn video bewerken. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik dacht net even dat ik wel heel veel energie had, maar nu denk ik wel van, het liefst zou ik echt naar bed gaan. Dus ik ga gelijk even de beelden op de computer zetten en dan ga ik gewoon eventjes kijken hoe ver we komen. En als ik denk van ik ga slapen, weet je, dan ga ik gewoon even lekker liggen. Super. Maar zou geen 1,5 meter afstand? Bah! Meh. Inmiddels is het een tijdje later. Zoals jullie kunnen zien, daar gaat de zon onder. En we zien gelijk hout in beeld leggen. Ik heb namelijk iets gemaakt. Ik ben eigenlijk even lekker aan het chillen op de plek waar ik van de week ook ben geweest. En toen hebben we hier eten gemaakt eigenlijk in de natuur. Als je dat wil zien kun je de video checken. Staat voor jullie linksboven staat een i'tje. Kun je klikken, ga je naar die video. Maar anders moet je gewoon even mijn kanaal checken. Maar in ieder geval, ik ga jullie nu laten zien. Ik heb even een verbetering gemaakt. Het liep dus eigenlijk een klein beetje uit de hand. Maar, nogmaals, het idee werkt. En dat is zo vet. En ik ga jullie nu laten zien wat het is. Kijk, ik heb hier gewoon een barbecue gemaakt, roostertje erop en hij is eigenlijk al klaar. Hetzelfde systeem heb ik hier eigenlijk gedaan als thuis bij de rocketstoof die we hebben, die mijn vader heeft gemaakt. Eigenlijk werkt dit dus precies hetzelfde. De lucht gaat hierin, rook gaat omhoog en omdat de rook dus omhoog gaat, wordt hier weer nieuw vers lucht ingetrokken en blijft het lekker branden. Het rookt helemaal totaal niet. Dit hout is zo droog dat als ik dit erop leg, let op, dit houtje. We gaan kijken hoe lang het duurt voordat hij in de brand vliegt. Maan, Zo, vuur. Open haard. Brandhout. Jongens, dit is perfect. Deze ga ik nog een keer maken. Bij mijn eigen huis. Misschien. De put. En die kunnen we gewoon slaven, koken. Ja, het wordt gewoon één groot gekhuis. Maar mijn vraag eigenlijk jullie is, vinden jullie dit soort video's een beetje leuk? Als jullie dat leuk vinden, doe dan even de duimpje omhoog. Dit is weer het moment. Want dan weet ik namelijk dat het leuk is. Ik vind het in ieder geval super leuk om te doen. Zo warm, zo lekker. Ik weet zeker dat mijn vader jaloers is als hij kijkt. Hij denkt, donder. Ik heb thuis natuurlijk een mooie stalen open haard. Dat is ook heel vet. Er staat sowieso aangesloten. De jacuzzi is eigenlijk veel vetter, maar dit is gewoon lekker puur natuur. Honger, dan gaan we gewoon weer even eten maken. Dus wat hebben we dan nodig? Een vuurtje natuurlijk. En die aardappels hadden we nog. En ik heb een meloen meegenomen, dus perfect. Luister alleen naar dit geluid. Kijk, daar komen wel auto's. Dus ik weet niet ja, of mensen het erg vinden. Maar ik zit hier in ieder geval bij het vuurtje. En ik ga nu even de aardappel erop leggen. Ik weet niet of jullie ze kunnen zien. Wel denk ik in het zwart. Maar dit zijn dus de aardappelen. Die gaan we er lekker op leggen. We hebben dit als het goed is 3. Dat is een flinke trouwens. De laatste keer zat ik zo erbij met de judeboelballen. Dit is gelukkig beter. Oké, ondertussen zijn de zoete aardappels klaar. Deze laten we nog eventjes liggen. Hier ligt nog één zoete aardappel. Die laten we nog heel even liggen. Deze twee zijn afgekoeld. En die ga ik nu opsnijden. Alleen het is best lastig film in het donker. Dus succes. Oh. Oh. Die schil is echt perfect, jongen. Oh, is heet. Elke denk hij is niet heet, maar dat die binnenkant is juist heet. De damp komt er overaf. Ik weet niet of het er lekker uitziet op camera, maar dit smaakt echt verrukkelijk. Kijk, zit er nog lekker bij het vuurtje. Maar er staan er ineens een paar auto's te toeteren de hele tijd. Misschien zijn we wel gezellig mensen. We zijn aan het burnen, denk ik. Hij moet wat doen met deze dagen. Hele rust verstoord hier. Kijk, het is natuurlijk niet alleen fiksteek, het is ook hout zoeken. En dat is in het donker natuurlijk lastig. Maar deze dingen breken gewoon af, let op. Knak, hoppakee. Gaat goed komen, jongens. Mensen, peace, later.